Lies heeft een opgewekt karakter. Veel werken houdt het bezig bij het je zoet. Het huishouden bij Freek op de computer. Ze doet het graag, ze doet het steeds goed. Lies, nee, bij lange niet stilstaan. Zelfs zitten in een zetel is voor haar een vreemd bestaan. Vroeger op het gemeentehuis, maar nu is dit gedaan. Veel tijd voor andere dingen. Creatiever doet ze graag. Liesje is 60 en heel gelukkig. Liesje is 60, ze mag er nog zijn. Een dame, zo pittig, genereus en actief. Veel praten, soms kletsen, dat vindt ze wel fijn. Haar mama heeft een houten stem en Guido is dirigent. Niemand in Hans Polen of Gent die hem daar niet kent. Ze heeft zelfs twee flinke zonen, Jan en Wouter, ook creatief. En er is Rees Babsje van de Sjefke. Met Freek is ze nu pas samen, de start van een nieuw begin. Hopelijk voor nog vele, vele jaren. Ze straalt gelukkig als een kind. Peter en Joriske, twee broertjes groot en klein. En straks bij het zusje Heidi naar Tenerife op reis. Annelies of Liesje, je bent als goede wijn. Steeds beter met de jaren, vandaag dit mooie refrein. Liesje 60 en heel gelukkig. Liesje 60, ze mag er nog zijn. Een dame zo pittig, genereus en actief. Veel praten, soms kletsen, dat vindt ze wel fijn. Hier is dan het einde van mijn liedje. Ik ren er meer dan 40 jaar. En ik had in met Heidi en Peter het begin van een gezamenlijk bestaan. We wensen je een tof feestje, familie en vrienden aan je zij. Nog heel veel jaartjes, veel jaartjes erbij. Bravo!